Deze snaps. Oh mijn god, dit is van 7 jaar geleden. Deze ketting is zo vet. Oh mijn god. Heb je nog een bepaalde look wat je graag zou willen? Maak het gewoon niet al te slim. Het is niet helemaal gelukt, hè. Van de afstand ziet er nog best goed uit. Hey, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is een tijd van komen en gaan. En ik ben heerlijk eventjes in Friesland geweest. Hè, Teun? Gezellig dat ik er weer was, hè? Nee. Nu zegt mijn moeder de quote toen ik achteraan huppelde. Het is fijn als jullie komen, maar het is ook fijn als jullie weer gaan. Nou, en dat we gezegd hebben, ga ik nu met mijn koffertje, met mijn moesie, gaan we weer naar Amsterdam. She's home. And she needs to pee. Oh my god. Goed verhaal. En dan zijn we gewoon weer lekker in Amsterdam. Wat was dit lekker zeg. Ik heb echt alles gefilmd ook op Snapchat. Het is zo grappig om jullie mee te nemen. Ik krijg ook allemaal DM's van. Het voelt net alsof mijn beste vriendin op Snapchat haar privé story deelt. En dat vind ik zo leuk om te horen. Ik expose mezelf ook heel erg. Ik heb namelijk deze snaps. Oh mijn god, dit is van 7 jaar geleden. Zag je die Alpicu-fles? 7 jaar geleden. Dat ik voor het eerst ging drinken naar Dorsjes. Ik was hier 16. Lessen en zo'n rietje en dan zo'n emmer en dan vol tanken. Alle drank ging daarin, hè, in die emmer. Alles. Berenburg, Alpicu, vodka. Alles ging daarin. Niet normaal. Oh mijn god, ik heb een heel groot pakket van Emma. Dit is heel grappig, want ik had Boer ook gevraagd. Ik was vanochtend natuurlijk bij Shea. Ik had Boer ook gevraagd of hij een papiertje wil ophangen. Ik weet niet hoor, maar dit is gewoon half dood. Hoe groot het is. Oh mijn god, het hing op de deur. Want ik was bang dat die niet geleverd zou worden. En dan had ik echt een groot probleem gehad. Maar oké. Eindelijk een matras. Yes! Ja jongens, we gaan afscheid nemen van dit luchtbedje. Want rababa, ik heb mijn matras. Oh mijn god, ik ben zo blij. Ik kan niet wachten om te kijken hoe die hierop staat. Want het matras komt van daar tot daar, want hij is in de 1,80. Nou, ik kan niet wachten. Ik ga dit in mijn uppie doen. Dus ik ben benieuwd hoe makkelijk dit gaat. Ik heb al een keertje eerder een Emma-matras gehad. Die kon ik zo mooi uitrollen. En dat was easy. Dat was easy. Dus we gaan zien hoe we dat vandaag gaan doen. Maar ik ben zo blij dat ik mijn laatste nachtje op dit luchtbed heb gehad. Ik zweer, ik word elke ochtend echt met een vochtig hoofd wakker. Als in veel vocht vasthouden. En dat ik toch voel alsof ik door een bus ben overreden. Dat is toch niet heel fijn, hè? En slaap is heel belangrijk. En ik merk echt aan mezelf dat ik de laatste tijd gewoon net iets te weinig slaap heb gehad. Of net niet goed heb geslapen. Maar it was fine. We gaan nu dit fixen. Ik kan niet wachten. Je weet echt dat je volwassen wordt als je helemaal wild wordt dat je nieuwe kussens hebt. En eigenlijk moet ik dit natuurlijk unboxen wanneer mijn matras daar al ligt, maar ik ben te excited. Dit is natuurlijk helemaal niet handig om dit nu al uit te pakken terwijl ik mijn matras nog niet eens heb gedaan. First things first, maar dit is gewoon leuker. Snap je? Dan moet ik mijn bed afhalen. Mijn luchtbed. Oké, Marijn, dat gaan we eerst doen. Ja, godverdomme! Bizar om te bedenken dat ik hierop ga liggen, hè? Als hij uitgerold is natuurlijk, hè? Wow, yeah! Kijk nou! Dit is zo satisfying. Hij stijgt helemaal op. En hij past precies, jongens. Hoe lekker is dit? Zijn we ready? Oh nee, ik heb nu al make-up vlek gemaakt. Oh nee. Jongens, ik heb gewoon een bed. Ik heb echt een bed. Kijk nou hoe cute hij is op mijn bed. Super zeg. Nu is het eindelijk tijd voor nog het leukere gedeelte. Want ik weet niet of jullie moeders dit ook zeggen, maar mijn moeder werd meteen al helemaal lijp dat ik zo'n hoes eromheen moest doen. Dus, dat hebben we. Hoe noem je dit ook weer? Een hoes voor om je matras. En dat doe je dus niet je hoeslaken, maar nog een beschermding. Vooral voor vrouwen is het natuurlijk fijn, voor als je het misschien doorlekt, dat het niet meteen een vlek op je bed maakt. Dus, hoesje eromheen. Ik ben benieuwd of dit een beetje lukt. Yes! We did it! We did it! En we hebben ook nog kussens. Ik ben heel benieuwd wat voor kussens dat zijn. Oh! Zo, dit voelt lekker. Dit ziet er echt niet... Kijk nou. Hij bounce ook lekker terug. Ja. En ik heb niet alleen nieuwe kussens, maar ook een hoeslaken. Of een hoes, een deken. Een deken. Oh, en dit is chill, want hier zitten dus twee. Dan heb ik dus voor de zomer, kan ik er eentje afdoen. En voor de winter heb ik er twee. Hoppa.
Mocht je willen weten welk matras ik heb deze. Het is altijd moeilijk kiezen op wat voor matras, want ik heb er ook niet heel veel verstand van. Maar ik ben hier erg blij mee. Zijn jullie ready voor het meest schattige bed wat je ooit in je leven gaat zien? Ik ben hier zo blij mee. Ik begin nu echt in de slaapkamer te worden. Oh mijn god. Rapapapa. Hoe cute. Oh mijn god. Dit is toch te schattig. Ik moet nog even kijken hoe ik dat met die kussens goed ga doen, maar ik kan niet meer. Dit is toch te cute. Hij past er precies. Oh, wat fijn. Ma, ontzettend bedankt. En ik heb jullie natuurlijk helemaal lekker gemaakt. Dus ik heb ook een kortingscode voor jullie geregeld. Hier zo, alsjeblieft. Ik ben hier zo blij. Ik ga zo lekker slapen vannacht. Eindelijk. Eindelijk ga ik lekker slapen. En het spijt me voor dit. Oké, het spijt me oprecht voor dit. Ik schaam me er gewoon voor. Ik beloof jullie, dit gaat niet meer zo erg worden. Oh mijn god, jongens. What the fuck is dit? Hoe kon ik het zo ver laten komen? Holy fucking moly. Oh my god, no. Hoe kan ik zo'n teringzooi van mijn huis maken? Maar oké, ze zijn klaar in de kledingkamer. Dus ik kan al mijn spullen in de kast doen. En dat scheelt een hele hoop, kan ik je vertellen. Dus dat gaan we nu even doen. En voor het geluid zal ik even een timelapje maken, hè. Jongens, maar ik ben nog lang niet klaar. Kijk eens, dit wordt al wat netter, hè? Het is dan toch fijn. Daarboven even wat jurkjes. Maar oh my freaking god. Er ligt nog zoveel spul beneden. Hoe gaat dit ooit in mijn kast passen? Oké, ik heb wel hier een hele stapel wat ik weg ga doen. Dat is dan top. En dat ga ik allemaal verkopen op Selfie. Ik zal het linkje wel eventjes in mijn bio doen. Dan kan je daar checken. En omdat we nog niet genoeg pakketjes en spullen hadden, heb ik hier pakketjes. Maar god jongens, het is zoveel werk. Want ik heb geen kleding. Overal mee te krijgen. Maar ik heb petjes gekregen. En jullie weten, ik hou van petjes. Frisco. Lekker een bruine. Ik heb nu al een knotje in. Cute, cute. Kijk dit ribbelstofje. Hoe schattig. En ik heb hem nog in het groen. Oh, I love it. I love it. Dit is toch helemaal leuk voor de herfst. Geweldig. Ik heb nog een pakketje gekregen van Maybelline. Oeh. Ik vind het zo leuk als ik make-up krijg. Ik vind het echt te cute. Maar wat is dit allemaal? Poeder. En, oh yeah, oogpotloodjes. Jullie weten dat ik deze oogpotloodjes gebruik ik altijd op mijn waterlijn. Dat vind ik zo mooi. Dat geeft je echt van die sexy ogen. Tattoo liner en eyeliner. Daar kunnen we niet genoeg van hebben. Sky High mascara. Ik weet dat iedereen hier lyrisch over was. Ik heb hem dus nog nooit gebruikt. En ik gebruik altijd van de Essence. Daar ben ik ook erg tevreden over. We hebben nog een lipglossie. Wat vinden we hiervan? Mooi, toch? Krijgen jullie even een dikke zoom van mij. Concealers. Dit is dus heel grappig, want er zit nu een donkere bij ook. Dit is natuurlijk voor mij veel te donker. Maar ik gebruikte dit ook wel als contour. En deze. Nou, dit komt wat meer in de buurt van wat ik gebruik. Ik gebruik deze nu trouwens ook. En die is bijna op, dus stop. Oh, nice. Een doorzichtige wenkbrauwgel. Ik zeg je eerlijk. Wenkbrauwgel. Ik heb nog geen goede gevonden, want ik gebruik nu gewoon mannengel. En dan matte ink. Oké, dit is een... Oh, een mat lipglossje. Ik denk niet dat dit mij heel goed staat. En wat hebben we dan hier? Volgens mij is dit ook een lipstick iets. Ja, helemaal leuk. Thank you guys. Ik ben benieuwd of jullie ook een beetje van make-upjes houden. Of mijn make-up dingen graag willen zien of zo. Ik weet niet of er überhaupt dat mensen zeggen van je make-up zit goed. Of juist van mij willen zien zodat ze weten wat ze niet moeten doen. Dat kan natuurlijk ook. Jongens. Oh, I love it. Dit is een heel leuk merk. Heeft mij tassen opgestuurd. Studio Nose. Echt zo cute. Ze hebben echt cute bags. Hallo Marijn, hier bij jouw favoriet. Het is zo leuk dat ik zoveel DM's krijg van heel veel, ook wat kleinere merken of zo. Ik weet niet of dit klein of groot is. Volgens mij medium. Oké, cadeautje. Het voelt net als Sinterklaas, toch? Hoe cute. Eerlijk, ik vind het enig. Als ik dan helemaal lekker in mijn kleurenpalet ben, dan is dat toch enig om zo'n tasje. Wat schattig. Wat fluffy is die. Ja, ik zie mezelf hier wel mee lopen hoor. Dit is volgens mij een hele set. Wat een grappig stofje is dit zeg. Een etui of voor mijn make-up. Dat is altijd top. En een laptop hoesie. Oh mijn god, ik heb nu een saaie zwarte. Dus dit is perfect. I love it. En dan deze tas. Dit is echt perfect voor als ik even een paar dagen wegga. Of een nachtje wegga. Of boodschappen. Eerlijk, hoe enig is dat? Ik ga even boodschappen doen. Ben later terug. En we gaan voor boodschappentas. Enig. Dankjewel jongens. Ik ben hier helemaal blij mee. En dan heb ik nog... Oh nee, ik heb nog een tas.
Lassie, kijk nou. Ze hebben mij gewoon alles opgestuurd. Vind ik echt niet normaal. Kijk, dit is zo'n handige invouwbare. Heb je niet los een hoesje, maar die zit er gewoon aan. Kijk, dat is top. Ook een gave boodschaptas. Hartstikke leuk. Voor meer naar het park of zo. I love it. Is toch leuk om boodschappen doen, hè? Als je een leuke tas hebt. En dan nog een pakketje. Volgens mij is dit wat spannender dan een boodschappentas, ja. Want hierin alleen ga je geen boodschappen doen. Dat kan ik je wel vertellen. Kijk hoe cute. Oh mijn god. Nou, dit vind ik enig. Hoe sexy is dit? Toch? Vinden jullie niet? Dit is van Fox Lingerie. Nou, enig. Kijk wat hierin zit. Jij, een hele mooie body. Ja, dit vind ik echt top. Dit vind ik zo mooi. Als mensen... Oh, de buurvrouw. Loop ik hier een beetje lingerie te showen. Loop de buurvrouw langs. Als je zo'n mooie body hebt en die sluit echt mooi aan. Het is top hoor. Prachtig. Mooi basic. Oké, okay, I love it. Thank you. Heel blij mee. Ze is weer housewife aan het spelen hoor. Zo fijn dat ik nog geen gordijnen heb. En iedereen naar binnen kijkt alsof ik een soort etalagepop ben. Rondom voor mijn deur. Potverdikke. Anyway, straks komt Thomas. En Thomas heb ik één keer in mijn leven eerder gezien. Zo grappig. Misschien heb je het voorbij zien komen. Thomas en ik, die kutten altijd een beetje op TikTok. Dan reageert hij weer op mij. Heeft hij weer een crush op me. Heeft hij een tatoeage gezet met mijn naam. Nou ja, dat soort dingetjes. En nu gaan we... echt iets leuks doen. Thomas heeft gewoon een soort van make-over nodig. Dus daar ga ik voor zorgen. And you will see it later. Ik hou er zo van om mensen een beetje in een schoon huis te ontvangen. Maar het is gewoon niet te doen hier. Kijk wat er in midden in mijn kamer ligt. Fuck my life. Ja, hoe kan ik dan rustig hier met iemand zitten? Andere kant heeft het ook wel iets knus. Maar mijn fiets staat zelfs in de eetkamer. But okay, it's fine. It's fine, okay? What the fuck? Er komt eentje hier op bezoek en neemt mee, wat is dit? Dit noem je nou een hoenbak, zeg maar. Ben je het wel eens gezien hebt? Nee, dat heb ik niet gezien. Van TikTok ineens in mijn huis. Hoe doe je dat toch? Ja. Er zijn genoeg ratsers die dat proberen. Pjotter zit de hele tijd al in mijn DM. Ik heb gewoon een grote hoenbak in de. Ja, je hebt een hele grote. Oh mijn god. We gaan even een leuk videootje opnemen. Oh, dat is zo dit is toch zo weird dat je dan met mensen gaat afspreken voor een video? Nou klinkt het ook alsof we 12 zijn. Samen spreken we een video, spelen. Ja, zo voelt het ook. Even serieus, jij facetimede mij. Ten eerste, ik nam niet op. Had mijn nummer gevraagd, ik had hem gestuurd. Toen dacht ik, welke mogol facetimed mij? Want mijn nummer gaat af en toe rond. Zo irritant, dus dat neem ik gewoon niet op. En toen hebt hij mij heel schattig. Ik bel je. Maar oké, okay, we gaan eerst een video opnemen. Staat op jouw TikTok, hè? Dit ziet er echt van buiten. Het is net een etalage alsof ik jou echt in elkaar ga tippen. Ja, dat is niet goed. Nou, ik was niet per se van plan, maar als je dat wilt, kan best wel... Gadverdamme. Oh. Wat? Moet ik ook iets om je handen binden? What the fuck? Ik heb wel een blinddoek. Ik heb wel handboeien. We hebben bewijs dat het niet echt is. Je bent akkoord met dit, toch? Ik droom hier al een jaar van. Oké, ik heb twee keuzes. Of deze. Je zit al keurig klaar ook met je handjes achter je. Nee, dat brave jongen nu, hoor. Of deze. Oeh. Kinky. Welke wil je? Die tweede maar. Deze? Ja. Oké. Okay. En het afgelopen jaar heb ik veel fouten gemaakt. Die prachtige koppie gaat kaal. Heb je nog een bepaalde look wat je graag zou willen? Maak het gewoon niet al te slecht. Het is niet helemaal gelukt, hè? Zou je denken? Ah, oh, toetje. Nou, van de afstandje ziet er nog best wat uit. Ik knijter, wat ben ik moezig. Ik zie er ook zo bleek als wat uit. Maar okay. Even dit weer terugleggen. In mijn laadje, ik ga stuk. Nee, ja, dat is leuk, man. Als je mensen online ontmoet, dat is toch fantastisch. Het voelt dan ook gewoon alsof je elkaar langer kent. En dat is wel echt heel erg grappig. But okay, it's time for bed. And I will see you tomorrow. It's gonna be a good day. Yes. Leuk is dit. Even voor mijn deur. Gezellig aan de koffie. Lekker aan de koffie. Oh, wat leuk. Lekker lekker smoothietje. We gaan even bezig voor Snapchat. Eet smakelijk, jongeman. Dankjewel. Hello, hello, jongens. Ik ben lekker bij Boerak thuis. Zonder Boerak. Boerak is niet thuis, die had een meeting. Maar we gingen even samen chillen en werken. Dus dat is echt heel fijn. Hij heeft ook een bank. Dus daar kan ik lekker gewoon aan werken. Nu zie ik toch, ik ben de vlog aan het checken. Nou, jongens, Sorry hoe slecht ik eruit zie af en toe in die vlogs. Het zal niet meer gebeuren, want ik schrik er gewoon zelf ook van. Ik ben zo comfortabel bij jullie. Dus ja, this is what you get, weet je. Ik wil ook gewoon even me knap voelen. Maar ik ben de laatste tijd gewoon even in mijn minder knappe
fase. Oh, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik heb dat zo erg. Maar dan zie ik ook dit van mezelf terug. En dan denk ik, meid, maar wat smeer jij allemaal op je gezicht? Want het ziet er niet uit. Even, maar wat gebeurt hier? Had niemand dat tegen mij kunnen zeggen? Kijk hoe... Ik ben zo naar een afspraak geweest. Heb je dat nu ook weer? Zeg het gewoon tegen me wanneer ik echt rare vlekken... Dat kan echt niet. Blend je foundation uit, jongens. En zoals je ziet, kunnen er best overkomen dat dat niet gebeurt. Maar oké. Wat gaaf, jongens. Nu is Roadtrippers online. Ik vind het zo cool. Zo cool. Om mezelf dan ook te zien in zo'n echt programma. Hoe cool. Met onbevreesde nieuwkomer Marijn en de doorgewinterde roadtripper Rijk. Zo tof. Het is gewoon zo bizar om te beseffen dat ik nu in een serie zit wat ik gewoon heb gekeken altijd. Dat had ik ook met Hooli Girls al. Dat zat ik daarin. Maar dit is wel heel tof hoor. I'm very proud. Ik zeg jullie eerlijk. Ik ben echt proud. Jongens, ik smelt weg. Ik kom aanlopen bij mijn huis. Ineens hoor ik... Buurvrouw! Er staan twee kleine meisjes die hier naast wonen. Volgens mij was er een vriendinnetje bij of zo. Hebben we een pakketje? Ah, zo cute. Dus het houdt niet op, niet vanzelf, want we hebben gewoon weer een pakketje. In de tering hebben we hier zo. En dit keer van Black Bananas. Dus dat is heel erg leuk. Lang geleden dat ik van hun iets heb gekregen. Dat gaat voor mij echt teringverkleding altijd. Oh, dit vind ik wel leuk. Ja, ik ben dus altijd, of ik vind dat van Black Bananas wel leuk, of helemaal niet. Want ik ben gewoon niet iemand die echt in een trainingspak loopt. Maar ik moet je eerlijk zeggen, de kwaliteit is wel altijd best wel goed. Oké, okay, cute. Dit kan je dus vastbinden. Altijd goed, klopt topje. Oké, okay, wat hebben we hier? Een body. Black Bananas. Oké, okay, nice. Een broek. Ze durven het aan met me. Een soort cargo broek. Het is wel lekker stretchy. Ik ben gewoon meer fan van een trainingsbroek eerlijk gezegd. Wat hebben we hier? Cute! Oh, dit vind ik lekker. Kijk, achterkantje. Lekker groot truitje. This is always good. Oh, en bij die top hoort ook een legging. Ja hoor. Dit is sowieso wel heel chill. Is je flair? Hij lijkt ook wel heel lang. Dat is wel echt heel fijn. Ik gok een body warmer. Oh nee, een zwart jasje. Dit is altijd goed, toch? Nou, daar ben ik erg blij mee. Nice! Goedemorgen vanuit mijn nieuwe bedje. Oh, wat heb ik heerlijk geslapen. Jammer was wel dat ik de sleutel beneden in de deur heb gelaten. Waardoor de schilder er niet in kon. En ik om 8:30 wakker werd gebeld. Maar oké, okay, dat is niet erg. We zijn er. We zijn wakker. Moest even opstaan. Maar jongens, wat ben ik blij met dit matras. Ik heb me 1 stuk doorgeslapen. Zo chill. Kijk nou mijn bedje erbij liggen. En naast mijn bed is er nog een hele grote update. Waar ik zo blij mee ben dat dat klaar is. Het is namelijk dat alles wit is. Wat wit moet zijn. Wellicht gaat er nog iets anders komen. Maar voor nu hebben we een canvas om op te beginnen. En ik ga jullie even een kleine tour doen. Hoe dat eruit ziet. Want mijn huis is best opgeruimd. Kijk. Hier de kledingkamer. Wit. Alles wit. Slaapkamer, wit. Badkamer, was al wit. Tram is ook opgeschuurd, dus die is echt veel schoner dan wat die was. En dan jongens. Hoho, ja, kijk eens. Dit is wel even een verschilletje, hè? Oh, wat top dit. En dan hebben we ook nog het washok en dat is ook wit. Kijk hoe mooi dit staat. Dat is toch niet normaal? Hier ook. Helemaal keurig. En dan gaan we naar beneden over de geschuurde trap. Want dit is ook eindelijk... Klaar. Er staan geen schilderspullen meer. Dit is allemaal nu van mij. En ik ben zo freaking blij. Holy fuck. Niet normaal. En nu komen er hele speciale gasten. Mijn opa en oma komen op bezoek. Ik heb hier trouwens een puistje. En deze doet tering veel pijn. Ik heb hem uitgeknipt, maar mijn hele lip is dik. Nou moet je niet willen. Maar oké, opa en oma ophalen. Mijn opa en oma zijn echt het voorbeeld hoe liefde is. Echt zo lief hoe die voor elkaar zorgen. Mijn oma kookt, mijn opa ruimt af en ze vechten zelfs. De vorige keer toen ik bij hen ging eten, vechtte mijn opa zelfs om op te scheppen voor mijn oma. En zei mijn oma, nee, eerst jezelf. En mijn opa, nee. Zo cute. En... echt, ik maakte een filmpje, ze ging op mijn fiets. Ik kan een klein filmpje laten zien. Zo snel!
Hoe cute zijn mijn opa en oma. En een kleine foto. Kijk nou. Ah, ik ben echt helemaal gek van deze twee. Zij zijn zo lief. En ik vind het echt zo stoer dat ze gewoon de trein naar Amsterdam pakken vanuit Heerenveen. Gewoon hier even komen kijken naar mijn huisje. Zeggen, ik kom langs. Het is toch zo stoer. Lekker op je oude dag dat nog doen. Lekker op avontuur. En even kijken waar ik woon. Nou, dat vind ik zo lief. Ik heb er zoveel genoten. Echt heel erg gezellig om eventjes je opa en oma over de vloer te hebben. Ik weet niet wat voor gevoel dat geeft. Het geeft gewoon altijd een soort van good feeling als je met je familie bent geweest. Oh, ik hou van die mensen. En ze hebben iets heel lekkers meegenomen. Namelijk een van mijn faves. Oranjekoek. Oh mijn god, jongens. Als je dit nog nooit hebt gehad, ga alsjeblieft naar een goede bakker in Friesland en eet oranjekoek. Je kan het met slagroom doen, maar eigenlijk met room is het echt het lekkerste. Oh my lord, dat is zo goed. Naast dat ga ik broccoli even als snack eten. Ik ben zo'n weirde eter. Maar oké, ik kan je wel vertellen, ik ben een beetje brakjes. De afgelopen dagen heb ik wel gewoon... Ik heb 2 nachten achter elkaar drankjes gedaan. Ik trek dat gewoon niet, jongens. Ik trek dat niet. Zo'n oude doos. En ik heb er wel echt van genoten. Dus het was het waard. We gingen naar een feestje van Maliet. Die had het georganiseerd. Volgens mij is dat Girl Amsterdam. En hun doen elke 4e vrijdag van de maand doen ze een feestje geven. Ik snap nooit zo goed hoe dat werkt in Amsterdam met feestjes. But anyway, it was fun. Vorig weekend ben ik uit geweest in Heerenveen. Look at me. Look at me. Partying. Ik weet niet, het zijn altijd fases dat je wat meer uitgaat en niet. Maar ik heb wel het gevoel van, oké, laten we nu weer even back to basic. Weet je, het huisje is nu rustig. Geen mannen meer over de vloer. Helaas. Grapje. Nee, het is heerlijk om nu lekker thuis te zijn. Het voelt nu ook echt wel wat meer als thuis. En ik kan nu ook chillen op mijn matras, wat echt heel erg fijn is. Maar oké, very excited voor deze komende tijd. Thank you guys. Ik zeg het echt vaak genoeg, hoop ik. Hoop ik dat ik dat vaak genoeg zeg. Ik denk het in ieder geval wel vaak genoeg. Maar jullie support is insane. Insane. En zo leuk dat jullie zo meeleven. De serie over mijn verhuizing gaat echt zo tering leuk worden. Zo, even wat leven op het gezicht brengen. Ik zeg jullie eerlijk, ik had gisteren dit oogpotlood van Anastasia. Jongens, dit is echt allemaal nieuw voor me. Of Estee Lauder. En dit was echt top. Dit heeft zo goed blijven zitten. Ik had het op mijn waterlijn en daarboven. Echt top. Normaal kocht ik zulke dingen alleen maar bij de kruidvat. En nu iets luxer, maar het was het zeker waard. Dus dat is zeker een goede tip. Ik zocht nog altijd een goed dingetje. En van een make-up artist had ik het advies gekregen om deze te halen. Hij zei van Anastasia, dit kwastje, dit is 12, is dit kwastje echt het scherpste van allemaal. En ik heb het geweten, want gisteren zat dat flaky. Kan ik je wel vertellen. Dus dat is altijd fijn, hè? Geven we toch weer eventjes hele goede tips door, hè? Dat is dan toch fijn. En waarom doe ik mijn make-up? Ik doe mijn make-up omdat ik een unboxing voor jullie wil filmen. Ik ga stuk en ik voel me zo brak. Ik wil gewoon een beetje oké uitzien. Ik wou jullie namelijk dit pakketje showen. En dit is niet normaal. Hoe dit moeder heeft deze opgestuurd. En ik heb dit enkelbandje. Dat draag ik nu altijd al. Maar zo'n gave collectie met echt een lijpe ketting. En dit is zeg maar wel een luxe ketting. Ik voel me zeker vereerd dat ik dit opgestuurd heb gekregen. Er zit zelfs zo'n kaartje bij. Dat het officieel is, hè. Jongens, wat een luxe poes. Nu naar het echte werk. Deze ketting is zo vet. Oh mijn god. Ja, het ziet er niet uit met de kleding die ik nu aan heb. Maar als je dit zo, een lijpe blazer. Hoe cute is dit? Nou, dit vind ik niet normaal. Thank you guys. Hier ga ik zo'n coole outfit mee maken. Ik kan niet wachten om deze keer om te doen. Dat is niet het... Rustig blijf staan. Het enige pakketje, ik heb ook nog dit gekregen. Ik heb het idee dat ik te brak ben voor deze unboxings. Maar dit is van Fit met dubbel C. Kijk, een zwart... Oh. Ik ben dus echt benieuwd of dit mij staat. Ik heb zo'n gevoel dat dat niet zo is. Maar we will see. Ik vind het wel altijd heel tof bij iedereen staan. En ik heb een stringetje. Een naadloos stringetje. Dit is altijd fijn. Die kan ik mooi hieronder doen. Thank you. Helemaal blij. Het lekkerste om in je smoothie te doen is bevroren banaan. Echt, dan krijg je een soort van softijs. Dus, wat ik doe, ik koop heel veel bananen. Ik gooi er of een verse in, of eentje die ik in de vriezer heb gedaan. Eigenlijk als hij net iets te bruin is, is hij het lekkerste. Want dan is hij gewoon lekker zoet. Oké, dan doen we gewoon een puntje pakken. En dan kunnen we morgen heerlijk een soort bananen soft ijs eten. Dat is lekker, hè? Fantastisch! Guys, mag ik even een moment voor wat ik heb gescoord bij de kringloop? Voor 2,50. Zo sexy ben ik nooit in een vlog. Ik zie er altijd uit als een vogelverschrikker. Maar oké. Kijk hoe mooi. It's so pretty. Ik vind het zo cute dat hier ook zo dit zit. Ik vind het erg cute. 2,50.
bij de kringloop. Helemaal nieuw. Ja, het is niet helemaal de perfecte maat, maar ja, voor met een blazertje erboven. Hartstikke leuk. Nu ga ik dit uittrekken en mijn jongensbroek aandoen. En naast een jongenpakje aantrekken had ik ook wel even een zelfruiner op kunnen smeren. Nee, ik ben nog witter dan die muur. Dit slaat helemaal nergens op. Anyway jongens, goedemorgen. Ja, ik lijk echt niet goed. Ik voel me trouwens ook niet helemaal goed. Ik voelde me gisteren een beetje ziekjes worden. Maar oké, we hebben vandaag een goede dag. Zo voel ik het. En ik moet je eerlijk zeggen, het verbaast me echt hoeveel werk het is om het hier een beetje normaal te houden. My god, wasjes draaien. En mijn moeder zegt, ja, dat ook allemaal hebben gezegd. Maar wasjes draaien en teringzooi en holy fuck. En dan kom je beneden en heb je er alvast afval staan. Nou ja. Life. Ik slaap wel echt heel goed. Dat zeg ik je wel. Ik slaap echt heerlijk. Die kussens zijn ook echt niet normaal. We hebben even like een koffietje. Dat is toch fijn in de ochtend. Ik heb trouwens even Emma hieronder in de bio. Goed verhaal. Weet je, zo'n linkje in de bio. Die kun je doorklikken. Maar je kan ook gewoon naar de Westfield Mall gaan, hè? De Mall of the Netherlands. Dat is het grootste winkelcentrum van Nederland. Dat is best wel leuk. Maar ze hebben daar ook een winkel. En dan kan je meteen even voelen. Ik zweer, die kussens zijn geweldig. Ik heb het besteld, dus ik heb ze helemaal niet gevoeld. Maar ik ben er zo... We gaan er een good day van maken. En ik heb trouwens allemaal bloemen van iedereen gekregen. Hoe lief is dat? Van de schilders. Zo lief. Met een kaartje erbij. En die heb ik van Job gekregen die de vloeren heeft geregeld. Ja, daar ligt nog allemaal zooi van de vloeren. Maar ik ben zo blij met deze vloer. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ja... Jullie moeten er ook naar kijken. Dat is dan ook wel zo. Ik ben er echt zo blij mee. En ik ga echt zo lekker op deze stukjes. Ik vind het zo heerlijk dat ze dit er zo omheen hebben gelegd. Echt top. Oké, let's start the day. Laat ik eventjes mijn gezicht even restaureren. Wajo, jongens. Alles komt toch altijd in drievoud? Als je iets hebt of zo, of als er iets kapot is, dan... Vaak gaat dan ineens het volgende ook kapot en het volgende ook. Luister, dat heb ik nu echt met van alles. Het is ten eerste volle maan en je kan me echt een zweverige zweefteef noemen. Maar ik voel dat. Ik voel die volle maan. Ik voel dat gewoon. Het is gewoon heftig. Het is intens. Oké, laat mij. De tweede. Mijn boobies zijn zo gevoelig. Dat betekent, ik ga ongesteld worden. Ik voel het aan alles. Ik ga ongesteld worden. En ten derde... Oh ja, ik ben een beetje ziekjes. Ja, en het wordt allemaal door elkaar versterkt, hè? Het wordt allemaal door elkaar versterkt. Ik ben emotioneler door de maan. Moet je nagaan, als ik ongesteld moet worden, dan ben ik echt emotioneel. Plus, als je ongesteld moet worden, is je weerstand een beetje lager, waardoor je sneller ziek kan worden. Ik was al ziek! Snap je? Hij snapt het niet. Het is een grote cirkel waar ik in zit. Maar we komen er wel weer uit. De maan is al niet meer vol vannacht. Dus het moet goed komen. Anyway. Ik zie er wel... Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb mijn best gedaan vanochtend. Ik heb gisteren even een zelftennetje opgedaan. Het werkt, zoals je ziet. En ik doe vandaag... Rox vroeg of ik haar... Want ze heeft samenwerken met Steve Madden. Heeft ze deze schoenen uitgebracht. Of ik deze schoenen aan wou doen. Dus we hebben een simpel lookje voor vandaag. Ik doe er nog een blazer op. Maar ja, verder dan dit shirt en de zwarte broek kwam ik niet. Met deze schoentjes. We hebben op kantoor een soort TikTok-workshop. Ja, het is een en al social media dag vandaag. Want vanavond heb ik een Snapchat-event. Live of an influencer. En dan zou je vast denken, wat de hel moet ik me voorstellen bij een TikTok-workshop? Schat, I don't know. Maar denk jij dat ik precies wat ik doe? Doe gewoon wat ik leuk vind, joh. In plaats van probeer ik elke dag te doen. Is helemaal goed. Maar er zitten echt wel strategieën achter. Snap je? Jouw favoriete YouTubers weten precies om welke tijd ze moeten plaatsen. En die weten precies welke thumbnails ze moeten gebruiken. Kijk, zoveel kijken nog niet mijn vlogs. Omdat ik niet weet hoe ik mijn thumbnails moet doen. Maar dat moet een YouTube ding worden, hè? Dat ik vorige week. Ja, toen was ik naar een YouTube eventje. Dat hebben jullie gezien. Ik wou eigenlijk voor hele grote oorbellen gaan. Maar jongens, ik heb natuurlijk die hele fantastische ketting. Ik ga het zo doen, denk ik. Eerlijk is eerlijk. Dit is toch best wel enig. Dan wordt het even iets minder simpel van. Kijk, het is ook prima zonder. Maar het maakt het toch wel eventjes iets minder begrafenis-vibes. Snap je wat ik bedoel? Kleine zilveren oorbelletjes in. Enig. Je zou bijna denken dat ik net aankom. En dat ik nu een cursus ga hebben, een workshop en zo. Maar het is toch leuk dat ik even heb gevlogd. Is ook echt zo. Want wij gaan nu naar huis. Nou, op zich. Ik vond het wel even fijn om lekker met TikTok te praten. Toch wel weer wat dingen geleerd. En weer thuis. En ik moet jullie eerlijk zeggen, ik loop er een beetje kittig bij. Ik weet ook niet hoe ik erbij kom, maar ik had dat sportpakje laten zien toch aan jullie, dat bodysuitje. Ik dacht, voor een keertje, ik weet niet in welke fase ik ben. Ik denk dat heel veel dit lelijk gaan vinden. Echt scheid lelijk. Maar ik vind het wel
kittig. Kijk nou. Vinden jullie dit niet enig voor gewoon een keertje iets geks als er een soort thema is? Deze kettingen, dit pakje, deze hakken. Ik vind het wel kittig hoor. Zeker wel. Ik heb dus binnenkort iets van Netflix en ik denk dat ik dit best wel aan kan. Als ik het aandurf hoor, want ik vind het best wel heftig met die schoenen. Maar lekker pakje hoor. Ik dacht dat dit zo'n pakje mij niet echt zou staan. Maar moet je eerlijk zeggen, ik vind het erg leuk staan. Vooral ergens onder. Normaal als ik chicks hiermee zie, dan denk ik echt... You rock, let's go girl. En dan probeer ik het zelf en dan zie ik eruit als een soort rollade. Die ook net de plank, de fashion plank misslaat. Maar oké, ik vind het wel leuk. Misschien vinden jullie het verschrikkelijk. Nou en? Jongens, ik heb toch een smoothie gemaakt. En het past precies. Ja, boeien. Life is not getting better right now. Behalve dat ik bij oom en Dennis weer ben. Ja hoor, we zijn er weer in de wagen. We gaan even veel leren over Snapchat. Echt hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Mm-hmm. We zijn er en oh my god, het is zo druk. Ik was nog bang dat wij te laat waren, maar er is eigenlijk helemaal niemand. Ik zie ook geen influencers of zo. Wij hebben geopend. Wij hebben geopend. It's fine, it's fine. Ik ben benieuwd. Even wat informatie hier in het kopje krijgen. Parkeren in de stad, in Amsterdam. Midden in Amsterdam. Ik doe een gok op 35 euro. Ik 34. Denk 24. Doe even een gok in de comments, jongens. Ja. Oké, okay, ja. 3, 2, 1. Hey, ja, 21,60 euro. Drie uurtjes. Nou, dat valt best mee. Voor Amsterdamse begrippen. Ja, vind ik dit nog best wel oké. Ja. We waren trouwens, uiteindelijk waren er veel meer mensen. Zoals jullie in dit clipje kunnen zien. Eerlijk, ik vond het heel leuk. Ik vond het leerzaam. Het was goed dat ik er was. Snapchat is gewoon echt upcoming. Ik wist niet dat jullie zoveel op Snapchat zaten, jongens. What the fuck? Hadden jullie dit niet eerder kunnen vertellen? Maar oké, ik ga dus echt hele leuke content plaatsen op Snapchat. Tegenwoordig staat er altijd in mijn bio staan al mijn socials. En daar staat dus nu tegenwoordig ook Snapchat bij. En we zijn weer thuis. Oh, ik zeg jullie eerlijk, ik ga dood van de buikpijn. Ik heb zoveel buikpijn. Ik ga zo ongesteld worden, niet normaal. Maar oké, naast dat heb ik zo'n leuke avond gehad. Ik heb Milan Knol vanavond even ontmoet. Zo'n leuke guy, echt heel gezellig. Sophie Milzink was erbij. Boas en Ike, of course. En Lies. Dus dat was wel heel erg gezellig om hem weer eventjes te zien. Naast dat wil ik jullie bedanken voor deze vlog. Het is tijd om af te sluiten. En de volgende vlog gaan we weer verder met het geweldige huisje. En dan, ja, dan ben ik toch echt druk bezig straks met de serie. Zo spannend. Echt een productieve dag gehad. Daar word ik toch vrolijk van. Ik ga even mijn vlog checken die volgende week online komt. Vorige week. En tot de volgende. Dikke tuut. Vergeet niet te abonneren trouwens. Doe dat nou even. Dit is echt... We zijn samen in beeld. Gast, ik zit de hele tijd al in beeld. Net alsof er nu niemand is.